normaal. Gefeliciteerd. Niet alleen succes voor Badlu, maar ook Lilian de Geus uit Almere. Ze deed het heel goed hier in Australië. Ook zij werd wereldkampioen. Je gaat gewoon voor een top 3 plek en je vaart zo goed mogelijk. En dan, ja, als je goed vaart, dan word je ook wereldkampioen. Dus, maar ik had het, moet ik zeggen, niet verwacht op het begin. Maar ik ging er steeds meer in geloven gedurende het evenement. Lekker! Ja, omdat we toch gekozen hebben voor een ander soort opbouw. De dames zaten vol in hun selectie. Ze hebben heel veel vaaruren gemaakt en ik wat minder. Dus dat merkte ik ook toen ik een trainingsstage had in Zuid-Spanje, in Vilamoura. Dat ik toch moeite had om ze bij te houden. Maar hier in Australië, ja, ging mijn niveau heel snel omhoog. Toen ik meer vaaruren had gemaakt en merkte ik dat ik gewoon met de top mee kon varen. En ja, dat ik nu uiteindelijk met de titel naar huis kan. En de manier waarop is echt heel goed. Ja, heel erg blij en trots en heel blij met de stappen die we weer hebben gemaakt. Dus dat is ook heel goed richting Tokio, maar eerst maar eens even genieten van deze. Je hebt de druk er wel even wat opgelegd richting Olympische Spelen. Iedereen gaat nu echt rekening met jou. Ja, zeker. Ja, nou, ik denk dat dat ook wel goed is. Na Hours heb ik veel geleerd in mindset na het behalen van de titel. Ja, dat ga ik meenemen naar dit jaar. Yeah.